Hallo, ik ben Hannes van Karaton en ik ga jullie wat extra uitleg geven over Karaton The Game. De bedoeling van het spel is materialen verzamelen zodat de kinderen hun eigen kamp of huis kunnen bouwen. Later gaan ze met deze materialen ook nieuwe kleren voor hun personage kunnen maken enzovoort. Materialen verzamelen doen ze door oefeningen te maken. Bijvoorbeeld woorden splitsen om hout te verzamelen. Kinderen zijn vrij om het eiland te verkennen en te kiezen welke oefeningen ze gaan doen. Deze vrijheid is zeer belangrijk om de kinderen het gevoel te geven dat ze zelf alles in handen hebben en dat hun niet verplicht wordt om te oefenen. Maar uiteraard heeft de professional nog altijd de touwtjes in handen, omdat die de moeilijkheidsgraad van de minigames instelt en het woordmateriaal waarop geoefend moet worden bepaalt. Het spel is zo gebouwd dat de kinderen hoe dan ook alle oefenvormen op een of andere manier zullen tegenkomen in het spel. In het begin krijg je een hek en een stoel, dat je direct kan bouwen aan je werkbank. Maar als je nieuwe objecten wilt om je huis verder uit te breiden, heb je kenniskubussen nodig. Deze verdien je door goede woorden te lezen. Het aantal goede woorden per kenniskubus kan variëren, dus soms moet je er meer lezen en soms, als je geluk hebt, moet je er minder lezen. Als je genoeg woorden hebt gelezen, komt Pok naar jou om een nieuwe kenniskubus te toveren. Al de verzamelde bouwplannen kun je terugvinden op je werkbank. Hier staat ook de hoeveelheid materiaal je nodig hebt om bepaalde voorwerpen te maken. Sommige materialen kun je onmiddellijk vinden in de wereld, zoals hout, steen, tin, koper en lianen. Voor andere materialen, zoals brons, moet je eerst een oven bouwen en hier de juiste materialen insteken om nieuwe materialen te krijgen. De oven en andere werkplaatsen worden beschikbaar op je werkbank als je personage een bepaald level heeft gehaald. Kinderen kunnen extra materialen krijgen door opdrachten te doen die ze krijgen van de professional. Deze opdrachten staan hier. Hier kunnen de kinderen ook hun vooruitgang zien, hoeveel woorden ze al gedaan hebben en hoeveel ze er in totaal moeten doen. De opdrachten worden automatisch geactiveerd als het kind zich aanmeldt. Karaton wordt regelmatig geüpdate met nieuwe minigames om te oefenen en nieuwe mogelijkheden om te bouwen, om zo de kinderen continu te motiveren om meer te gaan verkennen en uit zichzelf te gaan oefenen. Meer info kan je altijd terugvinden op onze website karaton.be.